Welkom beste kijkers bij de eerste aflevering van de talkshow AM Live vanuit de Gouden Koets Studiezaal in het Amsterdam Museum. Vanaf vanavond gaan we wekelijks met verschillende gasten in gesprek over onze lopende tentoonstellingen en projecten. Afgewisseld met performances en korte reportages buiten de deur. Vandaag op het programma staan een gesprek met tentoonstellingsmaker Annemarie de Wild, die ons gaat vertellen over de Gouden Koets. Daarna gaan we in gesprek met curator Maria Ree Lamslag, hoogleraar Irene Stengs en kunstenaar Naomi Pieter over de tentoonstelling die we gaan maken over de Gouden Koets. Ook brachten we een bezoek aan het Cacao Museum in Amsterdam-Oost en luisteren we naar storyteller Sahant Sabdivani van cultureel centrum Mesrap. We sluiten af met journalist Tracy Metz, die we vragen naar de hoogtepunten van de zaal die zij samenstelde voor de digitale tentoonstelling Corona in de Stad. Dan nu een gesprek over misschien wel het meest besproken historische object van Nederland, de Gouden Koets. We praten hierover met Annemarie de Wild, historicus en conservator van het Amsterdam Museum. Welkom Annemarie. Ja. Je hebt al jaren onderzoek gedaan naar de Gouden Koets, naar het gebruik, het gesprek en de geschiedenis van de koets. Nou, jaren niet, maar wel al een tijdje. Ja, een tijdje. Oké. Hey Annemarie, iedereen is natuurlijk super benieuwd eigenlijk. Waar komt nou de oorspronkelijke idee van de Gouden Koets vandaan? Ja, nou, er zijn allerlei verhalen over. En het meest bekende verhaal is dat het ontstaan is in het vergaderlokaal van de Oranje Vriendenkring. Het was in de Willemstraat in de Jordaan. Een soort museumtje, verenigingslokaal, waar dus de Oranje Vrienden van de Jordaan bij elkaar kwamen. En wat we in ieder geval weten, want die brief is er in het Koninklijk Huisarchief, is dat de secretaris in september 1896 een brief schreef dat ze een huldeblijk wilde geven aan koningin Wilhelmina bij haar meerderjarigheid, op het moment dat ze dus ook koningin zou worden, een galakoets. En dus daar komt het idee vandaan. 19e eeuw dus, in Amsterdam ontstaan. Ja. Overigens, jij spreekt hierover en je hebt ook wat beelden meegenomen die we kunnen bekijken. Dus die kamer van de Oranje Vriendenkring, die zien we dus nu ook. Ja, daar is gelukkig een foto, een tekening van gemaakt door Rieke. En je ziet dus inderdaad zo'n simpele houten banken. Allemaal vaandels aan de muur, plaatjes van het Koningshuis. En zo'n voorzittertafel. En je kan je voorstellen, dat gebeurde dan ook, dat ze daar bij elkaar kwamen om liederen in te studeren. En dus ook dit snode plan te bespreken. Ja, en kun je wat meer vertellen over koningin Wilhelmina? Want zij was dus een jonge koningin. De eerste koningin. En ze is, het was de dochter van koning Willem III en Emma. Zijn tweede vrouw. Eerst waren er nog wat broers en die zijn overleden. Uiteindelijk is Willem overleden zonder nog een zoon te maken. Want als er een zoon geboren zou worden na haar, was die koning geworden. Dat was toen de regel. En die zoon is niet geboren. Dus iedereen wist eigenlijk al heel erg lang dat Wilhelmina op haar 18e koningin zou worden. En dat is dus ook inderdaad gebeurd. Eerste koningin van Nederland. Ja. We gaan dan eventjes natuurlijk ook naar dat materiaal kijken van zo'n koets. En hij staat dus bekend als de Gouden Koets. Maar is hij dan ook echt helemaal van goud? Nee, hij is verguld. Heel dun laagje goud. Ja, en waar komt dat goud vandaan? Dat weten we niet. Van een groot aantal dingen weten we wel waar het vandaan komt. Hij is dus hij is gebouwd bij de fabriek van Spijker op de Stadhouderskade. In der tijd is beschreven dat het hout uit Nederlands-Indië kwam. Het vlas kwam uit Zeeland, het lier kwam uit Noord-Brabant. Dus het werd ook heel erg gezien als een soort nationaal product. Helaas is toen niet opgeschreven waar het goud vandaan kwam. We zijn nu aan het kijken of we dat kunnen achterhalen. Ik weet van vrienden uit Suriname dat heel veel mensen zeggen van nee, maar dat goud dat komt uit Suriname. Dat weten we zeker. Ja, want dat moeten we natuurlijk ook nog wel even in het achterhoofd houden. In de 19e eeuw was Nederland, of dat het koninkrijk bestond uit ook een koloniaal rijk met allemaal andere gebiedsdelen. Precies, en dat is iets wat in de tentoonstelling ook heel uitgebreid aan de orde zal komen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met dat linkerpaneel van de koets. De koets heeft vier kanten, beschilderd door Nicolaas van de Waai. Een van die panelen is het paneel Hulde der Koloniën.
dat is ook het paneel waar nu natuurlijk ontzettend veel over te doen is. Omdat het heel erg een weergave geeft van het koloniale denken uit de tijd. En dan op een hele, nou ja, vertekende manier, zou je kunnen zeggen, als je kijkt naar de realiteit. Ja, want je geeft hier inderdaad een van de meeste in het oog springende voorbeelden van de, ja, laten we zeggen, de controverse over de Gouden Koets, of rondom de koets. Want er is best wel wat kritiek geweest, hè, al vanaf het begin van die koets. Ja, ja, en interessant genoeg was die kritiek in het begin ging nauwelijks, of helemaal niet eigenlijk, over kolonialisme, maar dat ging vooral over geld. Het gaat nu natuurlijk nog steeds vaak over geld, als het over het Koningshuis gaat. En toen was het, door de socialisten werd hij op een gegeven moment de Gouden Kwartjeswagen genoemd. Want het idee was dat het dus een soort gecrowdsourced rijtuig zou zijn. Iedereen zou, ook armen konden meedoen, een kwartje betalen. Wat in die tijd overigens niet echt heel erg weinig was. Maar het idee was dat dus de hele Amsterdamse bevolking mee zou betalen. Uiteindelijk is ook de elite mee gaan doen en die betaalde wat meer. Want, en zonder die elite was die koets helemaal niet gebouwd kunnen worden. Maar vanwege dat aandeel van een kwartje werd hij dus een beetje honend de Gouden Kwartjeswagen genoemd. En ja, mensen zeiden, waar ga je nou een koets geven aan iemand die al, weet ik wat, 150 koetsen heeft. En in een stad waar ontzettende armoede heerst. En ga je aan mensen vragen of ze een kwartje betalen om voor zo iemand een koets te maken. Ja. Ja, goed. En nu met al deze achtergronden en later in dit programma gaan we nog veel dieper in op bepaalde onderdelen van die koets. Maar wat er natuurlijk aankomt is een tentoonstelling die we in 2021 in het Amsterdam Museum zullen laten zien. Hoe stel je zo'n object als de Gouden Koets nou tentoon? Ja, dat is ontzettend leuk. Nou, hij komt op de binnenplaats te staan, wordt over het dak getakeld en komt daar buiten te staan. En in die zalen rond de binnenplaats, daar gaan we het verhaal vertellen. He, dus dat wordt ook een beetje een spannende opbouw. Je hoort hoe die gemaakt is, je hoort de kritiek. Je hoort en leest en ziet al die verschillende partijen die daarmee te maken hadden. We gaan natuurlijk ook heel erg laten zien hoe die gebouwd werd, maar ook hoe die gerestaureerd is. He, de afgelopen jaren is die gerestaureerd. Heel ingewikkeld proces. Nou, dat gaan we ook laten zien. En natuurlijk de manier waarop die gebruikt is. He, bij privé-aangelegenheden, bij dopen, bij huwelijken. Maar natuurlijk ook, nou ja, zeg maar als het centrale object van Prinsjesdag. He, dus in de viering van de parlementaire democratie. En dan waaieren we natuurlijk ook weer uit in het hele land. He, hij is natuurlijk vooral in Den Haag gebruikt, maar in Amsterdam ook een aantal keren. En dat waren meteen ook redelijk roemruchte zaken. He, dus bijvoorbeeld bij het huwelijk van Beatrix en Klaus. Ja, in de jaren 60, 66 geloof ik. In 66, ja. Een tijd dat in Amsterdam Provo actief was. En vanuit Provo, maar ook vanuit de Joodse gemeente, was er kritiek op dat huwelijk. En dat resulteerde in een rookbom. En dat was omdat Prins Klaus een Duitser was. En dat was net aan de Tweede Wereldoorlog. Klaus Raus was een uitspraak, geloof ik, in die tijd. Ja. En dat had ook te maken met, de houding van het Koningshuis tijdens de Tweede Wereldoorlog, hè, waar Willem-Alexander tijdens 4 mei toespraak over gehad heeft. Dus dat speelde allemaal mee, naast ook gewoon kritiek op de monarchie. En datzelfde speelde eigenlijk bij het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima, ook weer kritiek op een huwelijkspartner. En op dat moment was het protest was eigenlijk geïnstitutionaliseerd. Hè. Er was een wit plein gecreëerd waar mensen die met verwijzingen naar de dwaze moeders in Argentinië, waar geprotesteerd werd tijdens die huwelijksstoet. Ja, nou, Annemarie, zoals jij erover kan vertellen, het klinkt echt als een ongelooflijk spannende tentoonstelling. Dus we zijn nu echt al heel erg benieuwd. We wensen heel veel succes met de verdere voorbereidingen van deze tentoonstelling. En dank voor je verhaal. Ja. De tentoonstelling over de Gouden Koets is er nu dus nog niet, mocht u dat denken. We zijn hem nu aan het voorbereiden en dat doen we heel zorgvuldig. Want naast Annemarie werken we ook met een grote klankbordgroep waar allerlei mensen onderzoek doen en reflecteren op wat de onderzoekers van het onderzoeksteam weer allemaal voor nieuw materiaal naar boven halen. Daarnaast zijn er een aantal kunstenaars die opdrachten krijgen en werken we met een groot team aan een mooie publicatie. Vandaag gaan we in gesprek met een aantal van de mensen die bezig zijn nu met al dit onderzoek. Maria Relamslag, Irene Stengs en Naomi Pieter. Ik heb een vraag.
meteen voor Maria. Maria, we hebben het net over dat paneel gehad, waar veel discussie over is. Hulde der koloniën. Daarin staat ook de rechterhelft is afgebeeld. Hoe in die tijd, 19e eeuw, werd gekeken naar Nederlands-Indië. Dat is iets wat jou fascineert, waar jij ook als onderzoeker in gespecialiseerd bent. Wat hoop je te vinden of wat hoop je bij te dragen aan deze tentoonstelling? Ja, ik ben onderdeel van het curatorenteam. Dat houdt in dat ik cultuursoort onderzoek doe, net zoals Annemarie eigenlijk naar de Gouden Koets. Maar ik zit meer op een deelonderwerp. En daarnaast begeleid ik hedendaagse kunstenaars. Die reflecteren dan weer op de Gouden Koets. En in dat deelonderzoek houden we ons bezig met die verschillende curatoren over de analyse van dat paneel natuurlijk. Maar ook veel breder kijken we naar relaties tussen de Gouden Koets als object en bijvoorbeeld de monarchie en de verhouding tot de koloniën, de voormalige koloniën. En als je naar het paneel kijkt en echt goed observeert, dan haal je er echt al wel interessante dingen uit. Maar dat zegt heel veel over hoe er... In ieder geval door de schilder, de schilder Nicolas van der Wij van het paneel, hoe die koloniën dan gerepresenteerd zijn, hoe ze die verbeelden. Want Nederlands-Indië was een kolonie en je had Suriname en Caribisch gebied. Maar als je kijkt... Suriname en Caribisch gebied is aan de linkerkant van het paneel en beide brengen ze aan die... maagd van Amsterdam. Brengen ze de dan Nederlandse maagd. Nederlandse maagd, heel goed. Brengen ze dan hun hulde blijken. Hun hulde blijken. Dus het paneel heet ook Hulde der koloniën. Ja. Maar als je bijvoorbeeld al kijkt naar welke personen zijn dan afgebeeld, zie je bijvoorbeeld aan kleding, als ik het dan nu even alleen op het rechter deel heb, al dat er waarschijnlijk alleen Javanen zijn afgebeeld. Terwijl dat Nederlands-Indië, dat bestond uit zoveel eilanden, met zoveel verschillende culturen eigenlijk ook eigen koninkrijken, sultanaten, zoveel verschillen. Dus die hele verscheidenheid... die hele verscheidenheid van cultuur, bevolking, inheemse bevolking, dat zie je bijvoorbeeld op dat paneel al niet. Dus mijn eerste soort van echt wat kritischere blik naar van wat zien we nou eigenlijk, leverde dat al op. Van het is maar zo beperkt. Behalve natuurlijk dat het zo'n ontzettende verheerlijking is. Want net alsof mensen dat zo vrijwillig de producten uit de koloniën aandragen naar Nederland. Ja. Nou, dat is misschien wel een dankjewel hiervoor. Ik ben heel benieuwd naar wat het allemaal gaat opleveren. Een mooie brug misschien ook wel naar Naomi. We hebben jou gevraagd om een performance te gaan doen in relatie tot die koetsen. En daar zal het paneel waarschijnlijk ook een belangrijke rol gaan spelen. Ja, dat klopt. Ik ga inderdaad een reactie geven op het paneel. En inderdaad een reactie vooral op het linkergedeelte, waarin zwarte mensen nogal onerbiedig worden afgebeeld. Ook heel... je ziet echt duidelijk het verschil tussen de rest van de mensen, ook tussen Nederlands-Indië, die wel karig wordt afgebeeld, maar wel tenminste nog met kleding aan. En het zijn nog vorsten. Maar aan de linkerkant worden echt de zwarte mensen, het West-Indië, die wordt dan afgebeeld als wat minder. Het boek wordt ook gebracht. Je ziet ook op het paneel dat er een boek wordt gegeven aan deze gedeelte van de kolonie. Dus beschaving wordt gegeven. Nou, dat beeld, dat idee, dat wil ik graag transformeren en deconstructen. Ik wil het openbreken en laten zien dat het niet klopt, ten eerste. En ten tweede, ik zou ook graag willen, want de Gouden Koets, het is een verheerlijking, hè. Hoe kunnen we, want we leven nog steeds met de erfenis van dit verleden. Het loopt nog door, maar hoe kunnen we samen, als een samenleving, als een stad, heling zoeken met elkaar? Ja. Heling zoeken door middel van dit object. En ik denk dat dat mogelijk is. En hoe ga je dat doen? Even heel... Dat is nog een verrassing. Ik zou zeggen, kom kijken. Want het wordt een performance ergens, als het allemaal weer mag, hè? Corona-wise ook. Het wordt wel... Volgend jaar zomer waarschijnlijk. Volgend jaar zomer, hopelijk. Het wordt een performance, het wordt participatief. Er gaan dingetjes uitgedeeld worden. Ik ga niet zeggen wat, maar je gaat het kunnen eten. Je gaat het misschien zelfs kunnen drinken. Mm-hmm. Maar je gaat het zeker mee naar huis willen nemen. Oké, dus ik... Mm-hmm. Proef een soort ritueel. En dan maak ik even een bruggetje ook naar de derde spreker, Irene Stengs. Want jij bent bezig met onderzoek, en hebt dat ook al in het verleden veel gedaan, tussen rituelen eigenlijk en het Koningshuis. Hè? En rituele objecten ook. Jazeker. Ja, het is eigenlijk zelfs zo dat als je wil weten, begrijpen wat een Koningshuis eigenlijk is, dan kom je meteen bij rituelen. Want het zijn rituelen en ceremonieën die deze institutie als het ware apart zetten van de gewone mens, de bevolking,
het volk, zoals je wilt. En de Gouden Koets maakt in die zin dus eigenlijk onderdeel uit van een groot ritueel complex. Want je kan je natuurlijk afvragen waarom een Gouden Koets bijvoorbeeld en niet iets anders. Maar als je ziet, als je kijkt precies naar hoe er nagedacht wordt in de mythe zou je kunnen zeggen. Niet in de zin van een sprookje, een mythe, maar want het heeft altijd een echt effect op de mensen. Hoe monarchen zich voortbewegen, is dat altijd anders dan gewone mensen. Dus een monarch loopt niet, maar schrijdt. Er zijn draagstoelen. Je ziet eigenlijk ook dat als een koningin zich een keer onder het gewone volk begeeft, zoals een keer ooit is gebeurd met Beatrix, dan is het weer heel bijzonder. En verder zie je dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, privévliegtuigen, individuele treintoestellen, zo heet het, ja. Treinstellen, ja, verdorie. En vliegtuigen, dus eigenlijk altijd is er een uitvergroting, vindt er plaats als het gaat om mobiliteit en de koning of koningin en hoe deze zich aan het volk toont. En als je dat dan loslaat op die Gouden Koets, wat zie je dan? Dus bijvoorbeeld heel interessant dat in een tijd dat koetsen eigenlijk al een beetje passé waren, de auto dat was men dan opkomst. Teruggrijpt op een heel oud beeld, hè, een beetje archaïs, van hoe koningen of koninginnen zich voortbewogen. En dat is dan extra speciaal. In een auto heeft toch minder effect dan als bijna iedereen in een auto rondrijdt. Je ziet dus eigenlijk ook, en dat is interessant ook voor de tentoonstelling, hoe die koets door middel van verschillende rituelen ook verschillende betekenis krijgt. Dus laten we zeggen, zoals de koets nu, nou eigenlijk nu niet meer, dan functioneerde tijdens Prinsjesdag, dat is van een veel later datum dan wanneer Wilhelmina die koets kreeg. Of ook weer een heel ander soort ritueel dan de levenslooprituelen van de koninklijke familie, hè, zoals huwelijk en doop. Daarvoor werd deze koets dan ook weer apart gebruikt. Dus je ziet, het is niet een eendimensionaal object wat dat betreft ook. En het verandert ook door de tijd. Ja, absoluut. Daar hebben we ook in. Jij bent onderdeel van de grote klankbordgroep die we hebben samengesteld, hè, rondom dit project. Daar zitten in, nou ja, van de voorzitter van alle oranjeverenigingen tot aan, hè, specialisten zoals jij, maar ook historici, kunstenaars, een heel breed scala aan mensen. Wat verwacht je daarvan? Ja, we hebben er al 2 sessies gehad. Hoe vond jij die? Ja, die zijn echt verrijkend. Want je ziet dat kennis uit van de ene persoon of groep van mensen, historici, is toch weer heel anders dan die van mensen die, laten we zeggen, uit die oranje hoek. Dus nu op dit moment juist bezig zijn nog steeds met het organiseren van rituelen. En dus je hebt kijkjes van inside out en outside in. En ik denk dus dat het delen van kennis werkelijk het vermeerderen van kennis is. Ik heb in elk geval heel veel van opgestoken. Ja, mooi. Maria, we hebben laatst ook een close reading van de panelen gedaan met een aantal van de onderzoekers en de kunstenaars. Wat is jou daarvan het meest bijgebleven? Het meest bijgebleven? Nou, ik had zelf wat voorstudies tegengekomen van die Nicolaas van der Wij. Dus tekeningen, schetsen die hij had gemaakt voor, zeg maar, als studie van het paneel. En daarin viel mij heel erg op, als ik het dan weer even betrek op die rechterkant van het paneel, waar dan Nederlands-Indië als kolonie is gerepresenteerd, dat, jij noemde het net al, er werd een vorst afgebeeld. Er is inderdaad één, waarschijnlijk Javaanse vorst en misschien zelfs dat van Yogyakarta moet zijn. En dat soort puzzelstukjes probeer je te maken aan de hand ook van de kleding die je ziet. En met name nu de batik, was ik met Sabine Bolk een beetje aan het ontleden. Ik hoop dat we nog een publieksprogramma met haar kunnen doen. Want vanuit stoffen en de patronen kan je dus heel veel zien. Was die Nicolaas van der Wij nou echt zo goed bezig met welke figuur wilde hij afbeelden niet? En die Indische vorst, die sultan, had hij in voorstudies echt totaal andere batik aangedaan. Eentje die niet klopte met wat een vorst zou dragen. Qua patroon had vorsten bepaalde patronen zich, zeg maar, per regio. En er was een voorstudie, en die zou ik echt nog even in het echt willen zien, waarin het eerder leek alsof hij een Arabische sultan had. Een hele andere kleding en je ziet vers ook de producten, zeg maar, die in dat paneel in het midden liggen. In de Gouden Koets uiteindelijk op paneel is een karbouw, een hoofd van een karbouw, van een waterbuffel, is daarop te zien. Maar in die voorstudie zag je bijvoorbeeld ook het hoofd van een tijger. Hè, dus het is ook heel erg interessant voor mezelf om na te denken en nog verder onderzoek te doen.
hoe heeft Nicolaas van der Waai dan die hele schildering bedacht, die allegorie? En heeft hij zich verdiept? In hoeverre was het zijn eigen vrije hand? Of heeft fantasie, hij ook. Ja. Ja, en of heeft hij de opdracht gekregen? Ja, want dat hebben we nog steeds niet gevonden. Hè? Dat daar weten we nog niet. Er wordt veel onderzoek naar gedaan, ook door Annemarie, maar ook door jullie, naar die smoking gun, zoals we het noemen. Wie heeft die brief gestuurd aan Nicolaas van der Waai? We willen zo'n paneel met hulde der kolonie erop hebben, op die koets. Dat weten we dus niet, hè? Ja, en ook dan, stel dat hij zo'n opdracht heeft gekregen, in hoeverre ging de opdrachtgever dan mee met wat moet daar dan op afgebeeld zijn en hoe? Dus dat zijn nog wel hele interessante details en vooral vragen die ik nu heb. Ik weet ook, we hebben veel gepraat ook over het soort van de invention of tradition. Dat een eigenlijk een traditie vaak op een gegeven moment ontstaat. Hè? En dat is iets, ja, ik ben benieuwd, kan jij er nog iets aan toevoegen, Irene, aan dat concept? Want kijk, voor Naomi lijkt me ook voor een jonge generatie is dat heel belangrijk natuurlijk. Veel mensen voelen van, het is altijd al zo geweest. Maar nee, die dingen zijn ontstaan, zijn geconstrueerd. Ja, dus het is eigenlijk zo dat die heruitvinding van tradities, dat heeft misschien eigenlijk altijd al plaatsgevonden. Men grijpt terug op oude voorstellingen rondom de monarchie. Misschien die rondom bijvoorbeeld de zonnekoning. Maar de zonnekoning keek ook al terug naar de oude Grieken of de Romeinen. Dus je ziet eigenlijk hoe al die beelden telkens weer worden opgetild en voortleven. En dan, omdat iedereen die eigenlijk wel een beetje kent, ook een soort van zelfsprekend zijn. Maar het betekent dus dat rituelen niet leeg zijn, ook zo ook wel vaak wordt gezegd. Maar altijd politieke implicaties hebben, politieke motivaties en echt ook een reëel effect op de mensen die bijvoorbeeld naar zo'n ritueel kijken of daar aan deelnemen. En dat zie je eigenlijk ook met mensen die bijvoorbeeld een hekel hebben aan de koninklijke familie of een hekel hebben of dat onzin vinden die koets, die gooien er wel een vaccinekaarshouder tegenaan. Dus dat is interessant. Ja, nou, het is misschien een mooi bruggetje naar natuurlijk Black Lives Matter protesten en ook de agressie tegen stambeelden die toch in de publieke ruimte hier plekken innemen en verhalen vertellen die ook geconstrueerd zijn, zou je kunnen zeggen. Er zijn veel emoties over. Moet je ze juist laten staan en van context voorzien of moet je ze weghalen? Naomi, ik weet, je bent actief ook in Black Lives Matter. Wat vind jij van hoe het Amsterdam Museum nu op deze manier dit project aanpakt? Oeh. Ja. Je mag kritisch zijn, hè? Ja. Heel eerlijk, ik kan daar niet heel veel over zeggen, omdat we zitten nog in een bepaalde fase. Maar ik moet wel zeggen dat ik al aardig gecharmeerd ben. Ik vind het heel tof om te zien dat er zo verschillende mensen erbij betrokken zijn. Ik vind het tof dat ik bij betrokken ben en heel veel anderen. Hey. Ja. En heel veel andere kunstenaars. En ik denk dat je alleen maar aan een volledige, of een, nou ja, volledig is dat een goed woord, maar een wel gebalanceerd expositie komt door verschillende mensen daarin aan toe te voegen. En ik denk dat dat het Amsterdam Museum nu al goed doet. En, maar goed, we moeten nog afwachten. De proef is in de pudding, hè? Nee, ja. We moeten nog afwachten, maar tot nu toe, nee. Nou ja, en misschien toe is het ook goed om even dan naar Maurice te gaan, want we werken ook aan een hele grote onderzoeksinstallatie. We gaan het land in, daarover ook binnenkort veel meer in dit programma. We gaan naar iedereen luisteren. Want voor veel mensen, ja, die denken, wat is het probleem met die koets, toch? En die willen gewoon dat het lekker blijft rijden op Prinsjesdag. Zeker. Nou ja, we zijn heel benieuwd wat Nederland er ook van vindt. En daarom hebben we dus inderdaad een mobiele onderzoeksinstallatie waarmee we een tour gaan maken eigenlijk langs alle provincies van Nederland. En ook op verschillende plekken in Amsterdam gaan we met onze installatie staan. En dan kunnen mensen en kennis opdoen over de Gouden Koets, maar ook hun mening geven en zelfs ook een advies aan de koning geven. Daar gaan we een jaar lang mee op pad. Dus die resultaten gaan we ook weer terugzien voor een deel in de tentoonstelling en ook zeker in dit programma. Ja, dank. En mag, als ik één ding wel mag zeggen, heel snel. Ja. Het enige van wat het Amsterdam Museum niet doet, is van tap af naar beneden bepalen wat er gaat gebeuren. En dat is gewoon mijn complimenten. Dank je wel. Dank je wel, Naomi, voor dit compliment. Maria, Irene en Maurice, dank. Kom vooral ook publiek. Vanaf volgende week hebben we hier alvast een studiezaal. Wij werken met al die groepen hier op zaal. Dat is nieuw, maar we vinden het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan over dit toch wat complexe onderwerp. Iedere week gaan we in AM Live op bezoek bij een museum in de buurt om te vragen wat er te zien en te beleven valt. Want wisten jullie dat er ongelooflijk veel kleine musea zijn in Amsterdam? 22 van hen werken samen in Museum om de Hoek om de zichtbaarheid te vergroten. En daar werkt het Amsterdam Museum natuurlijk graag aan mee. Elke week een nieuw item met vandaag het Cacao Museum in de Saar-Peterstraat in Amsterdam-Oost.
Mijn naam is Henk-Jan Laats. Ik ben de eigenaar van het Cacao Museum. En wat wij doen is het promoten van echt eerlijke, duurzame, fijne smaak chocolade. En we leggen uit waar het vandaan komt en hoe de hele keten in elkaar zit. En daarom beginnen we bij deze kaart geschilderd met chocola van Zuid-Amerika, waar ik zelf ook heel lang gewoond heb. En in Zuid-Amerika heb je heel veel verschillende cacao variëteiten en de smaken die dan in die chocola zijn te proeven zijn, dat zijn er meer dan 1000. Maar we hebben ook heel veel aandacht aan Amsterdam. En Amsterdam is ook een hele bijzondere stad als we het hebben over cacao en chocola, zowel in het verleden als in het heden. De industriële chocola bestaat eigenlijk dankzij een jonge Amsterdammer, Van Houten, die in 1828 de cacaopers uitvond, waardoor cacaoboter en cacaopoeder kon worden gescheiden. En sindsdien is Amsterdam echt een van de bijzonderste plekken ter wereld op het gebied van cacao en chocola. In 1870 werd het Noordzeekanaal gegraven en sindsdien is Amsterdam de grootste cacaohaven ter wereld. De Zaanstreek is nog steeds het grootste cacaoverwerkende industriegebied. En ook tegenwoordig zijn er hele interessante chocolademakers die ook voorlopen zijn op het gebied van zowel eerlijke handel als directe fijne smaak chocola. Bijvoorbeeld de chocolate makers die hun cacao met een zeilschip uit de Dominicaanse Republiek laten aanvoeren en dan in een energie-neutrale fabriek in het westen van Amsterdam dat heerlijke chocola maken. En u bent meer dan welkom in het Cacao Museum voor een rondleiding, voor een proeverij, een workshop of echt hele erg lekkere chocola. Ja, mooi item. En het is ook bijzonder dat het paneel van de Gouden Koets, waar we het zojuist over hadden, daar zie je dus ook dat er cacao wordt aangeboden. Dus er is een mooie link te leggen en die zal ook zeker in de tentoonstelling die we aan het voorbereiden zijn aan bod komen. En dan nu tijd voor een optreden. Een optreden van niemand minder dan de oprichter van MESGAP, een cultureel centrum in Amsterdam, wat onlangs de Amsterdamprijs voor beste prestatie heeft gewonnen van het Amsterdam Fonds voor de Kunst. Sahand, welkom. Nog gefeliciteerd met die prachtige prijs. Ja, dankjewel. Storytelling, wat is dat eigenlijk precies? Ja, dat is poëzie, dat is theater, maar vooral gewoon direct praten, direct communiceren met je publiek. Nou, ik ben heel erg benieuwd. The floor is all yours. Ik ben 6 jaar oud wanneer ik een doodnormale Nederlandse jongen probeer te zijn. In mijn geval houdt dat in dat ik op de fiets zit en me keurig netjes aan alle verkeersregels hou. In mijn ooghoek zie ik dat mijn moeder aan de verkeerde kant van de weg fietst. Ik schaam me en ik zeg tegen haar in mijn Perzisch, mama, jantje kader, me koni, ga je lekker samen, intervegioboen. Ja, en dat betekent zoiets als, ma, ik schaam me, wees niet zo'n allochtone vrouw, alsjeblieft, aan deze kant van de weg. Ik heb dat nog niet uitgesproken of mijn moeder kijkt mij aan met een blik van kind. Batje, ik heb een oorlog overleefd, een revolutie, een vlucht over de bergen. Om hier in een land waar het veilig is jou op te kunnen voeden. Hier in het land waar de zon 9 dagen in het jaar schijnt. Dus als de zon dan schijnt aan deze kant van de weg, dan fiets ik aan deze kant van de weg. Thuis was bij ons een appartementje in de Jordaan. Niet het nieuwe, dure Jordaan van nu. Nee, een krakkemikkig appartementje dat tochtig was. En daar zat ik dan vaak in de woonkamer tegen een rode verwarmingskachel aan. Blauwe vlammetjes, zo dichtbij dat ik op een gegeven moment verbrandde aan de voorkant, maar nog stervenskou was aan de achterkant. Maar ja, dan draaide ik mij om en na een paar minuten was het mijn achterkant die aan het verbranden was. En was het mijn voorkant die weer koud was. En zo bleef ik maar ronddraaien. Als een kip aan het grill. Of, waar ik vandaan kom, een shawarma. In diezelfde huis ging ik slapen. Heel moeizaam. Want pa, of baba, zoals ik hem noem, die kwam heel laat thuis. Ik lag dan in bed en één oor die was nog open en die was aan het luisteren. Het moment dat ik de voetstappen van mijn vader in het trappenhuis hoorde, dan sprong ik uit bed. Dan deed ik mijn pyjama uit, dan deed ik mijn gewone kleren aan. Dan rende ik naar de voordeur en dan stond ik daar dan. Ik, dat kleine ventje tegenover die grote, lieve beer dat mijn vader is. En dan keken wij met z'n tweeën, twee paar ogen, naar mijn moeder. Een klein vrouwtje, maar de sterkste.
Dat heb ik pas veel later begrepen hoe dat dan kon. Dat zo'n klein Iraans vrouwtje de sterkste was. Maar met z'n tweeën waren we dan altijd net iets sterker. En die smekende ogen die deden het werk. En mijn moeder die zei dan tegen mijn vader: Ali, goed vooruit, één verhaaltje. En zij had dat nog niet gezegd of ik sprong al de trappen naar beneden. En ik stond daar buiten en ik liep daar dan langs de grachten met mijn kleine hand in die grote kolenscheppershand van mijn vader. En wanneer ik het koud kreeg, of zelfs wanneer ik het niet koud kreeg, want ik liet me graag verwennen, dan deed mijn vader zijn leren jas uit en die deed hij bij mij aan. En die kwam dan tot onder mijn knieën. En zo liepen we dan. Ik keek naar zijn grote, imposante snor. Ik keek naar de oranje druppels die langs de lantaarns vielen. En mijn vader die schraapte zijn keel. En er kwam een verhaal uit. Over mijn oma, over mijn opa, over de bergen, over oude helden die met draken vochten. En die vervagende herinneringen van Iran in mijn hoofd, die kregen weer kleur. En zo gebeurde het, dat ik daar langs die grachten van de Jordaan met mijn hand in de hand van mijn vader, met mijn voeten op de stenen, met mijn voeten op de Nederlandse grond en met mijn hoofd ergens in een Iraans verhaal, dat ik werd wie ik ben. Op dat moment nog niet helemaal een Nederlander, niet helemaal meer een Iranier, maar gewoon ik, mezelf. Een Amsterdammer. Dank je wel. Dank je. Ja. Dank, Sahand. Woon je nog steeds in de Jordaan eigenlijk? Niet meer, dat zou ik nu niet meer kunnen betalen. Nee, maar er niet heel ver vanaf. In Oud-West tegen de Jordaan aan. Ja. Je hebt een prijs gewonnen, hè? Of jullie met Mesrap hebben een prijs gewonnen. Ja. Van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst, voor beste prestatie. Ja. Nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel. Belangrijke prijs ook. Maar ook wel een prijs, denk ik, die in deze tijd, waarin culturele instellingen het lastig hebben natuurlijk vanwege de coronamaatregelen, je ook wel heel goed kan gebruiken. Oh, absoluut. We hebben eventjes getwijfeld of we het wel zouden halen. En nu met die prijs is dat absoluut zeker. Ja, ja, want er zat ook een gelddeel. Ja, en die vast, huur die gaat natuurlijk gewoon door, hè, tijdens de coronatijd. Ja. Want jullie zijn nu dicht? Ja, maar verhalenvertellers moeten vertellen. Dus wat wij doen is, wij hebben net zoals jullie gewoon besloten alles online te doen. Dus niet meer de gezellige avonden zoals wij die hiervoor hadden, maar ja, 2-3 keer in de maand een live uitzending. Ja, en volgende week dan gaan in ieder geval de musea weer open, maar ook de theaters. Gaat Mesrap dan ook weer open? Ja, dan ook weer heel klein. Dus ook voor die live uitzending, maar dan met een klein groepje publiek erbij. En dat is voor vertellers wel heel fijn. Ja, en als je dan straks dat hele kleine deel van het publiek bent en naar Mesrap wil, dan moet je om de hoek van Pakhuizen Zwijger zijn, geloof ik. En dan heb je daar Mesrap zitten. Ja, zo ongeveer. Ja, maar ja, ja, het adres staat op mesrap.nl, dus kijk daar maar even. Ja, en voor 2021, Sahand, hebben jullie nog plannen, een soort vergezichten waar je naartoe wil? Ja, kijk, ik heb nu heel veel voor volwassenen verteld, maar ik word in 2021 vader. En dan ga ik gewoon, net zoals in mijn eigen verhaal, met die kleintjes aan de hand, zodra ze een klein beetje kunnen lopen, gewoon weer mijn kinderverhalen oefenen. Een nieuwe generatie Amsterdammers. Precies. Nou, heel veel succes daarmee en plezier. En we zien je heel graag een volgende keer weer terug. Dankjewel. Dankjewel, Sahand. Corona in de stad. De digitale tentoonstelling die het Amsterdam Museum maakte in samenwerking met 40 partners, is eigenlijk nu weer actueler dan ooit. Een van onze gasten hier vanavond, Tracy Metz, journalist. Jij bent ook de oprichter van Stadsleven, een talkshow en een live magazine over stedelijk leven. Je hebt ook een zaal ingericht voor corona in de stad, de zaal Stadsleven. Tracy, waar ging die zaal eigenlijk over? Het ging over hoe we de stad hebben beleefd in deze bizarre en ongekende tijd, waarvan we toen dachten dat is de eerste en enige lockdown. Nu weten we beter. Maar toen waren de indrukken nog fris en onbevangen. En we hebben 24 blogs in de webmagazine van Stadsleven gehad, die dankzij dit mooie initiatief van het Amsterdam Museum nu in de digitale tentoonstelling zitten. Ja, we gaan even kijken ook naar jouw tentoonstelling. En voor de luisteraars van onze podcast kun jij ook, denk ik, een hele mooie beschrijving maken van een van de dingen die is opgevallen in jouw zaal. Heb je iets voor ons meegenomen wat echt opmerkelijk is geweest? Echt uniek is de blog van tekenares Juliette de Wit.
Zij is de enige die in deze hele webmagazine-serie de stad heeft getekend. En ze liep door de stad, ze ving flarden van gesprekken op en daar ging ze dan tekeningen over maken. Een moeder met haar zoon over hoe het nou is om als jongeman solitair te leven. Mensen die het allemaal niks vinden en er helemaal niet in geloven. Ze had ook een heel leuk portret van zichzelf in coronatijd, toen ze de hele tijd haar haar niet had kunnen knippen, want we mochten toen niet naar de kapper, weet je nog? Dus een getekende blog, dat vond ik wel echt heel bijzonder. En ze heeft ook een ontzettend leuke stijl. Mm. Ja. En als je dan kijkt, hè, want er zijn ook veel geschreven teksten. En wij hebben natuurlijk, toen we het platform lanceerden in mei, zagen we dat heel veel mensen met fotografie kwamen. En we zijn dus heel blij ook met de bijdrage, zoals die van jou, waarin ook veel meer die geschreven teksten zitten. Wat is jou opgevallen en wat is ook jouw blik op de stad? Is die veranderd door wat je hebt meegemaakt? En zie je dat ook in deze teksten terug? Ik denk het echt wel, Margriet. Het is opmerkelijk. Het ligt nog niet zo ver achter ons, hè? Straks weten we beter hoe we erop terugkijken en wat we vinden. Maar ik merk nu al dat de eerste lockdown ons echt aan het denken heeft gezet over wat de stad is, wat de waarde is van de stad. En ook allemaal vragen voor de toekomst. Maar die stilte in de stad, dat viel ons allemaal op. Veel van die foto's kregen, niemand op straat was. Lege dam. En daardoor kon je beter naar de stad kijken. Je kan ook beter naar de stad luisteren. Ik heb een blog van Soundtrack City. Die heeft ook een zaal in de tentoonstelling. Die hebben opnames uit verschillende steden in de blog opgenomen, maar ook van Amsterdam. Verschillende plekken in Amsterdam waar je door die plotselinge stilte ineens zo goed naar de stad kon luisteren. Maar het heeft ons ook aan het denken gezet over de stad en of de stad is zoals we willen. Of we nog steeds willen leven op plekken met veel te kleine woningen. Vaak veel te veel mensen, te veel toeristen, al die drukte om je heen. Wat is die drukte nou waard? Is het een last of is het juist de meerwaarde van de stad? Rinske van der Brand van de Brand Urban Agency heeft een grappige blog geschreven vanuit de toekomst, terugkijkend naar 2020. En ze zegt, goh, dat was het jaar waarin door corona Airbnb failliet ging. Ja. ze zegt, we kijken heel anders naar het groen. Ineens waarderen we dat groen veel meer dan voorheen. We kijken naar woningen. Willen we zoveel blijven betalen voor een klein hokkie als de meerwaarde van al die ontmoetingen eigenlijk als sneeuw voor de zon is verdampt. Ja. Dus de mogelijkheid om opnieuw te kijken naar de stad en die opnieuw te doordenken, dat is wel echt waardevol. En Tracy, daarop inzoomend. Want inderdaad, je hoort veel nieuwe oplossingen die eigenlijk worden aangedragen voor stedelijke vraagstukken die al speelden voor corona, maar door corona kreeg het een extra urgentie. In hoeverre denk je dat dit ook structurele en duurzame richtingen zijn, zeg maar? En in hoeverre gaat alles weer terug naar het oude systeem als er snel een vaccin aankomt, bijvoorbeeld, wat nu wordt aangekondigd? Ja, ik denk dat een paar dingen van blijvende waarde zijn. We kijken nu anders naar het verkeer. Amsterdam was toch al bezig de auto uit de stad te weren. We zien nu dat lopen en fietsen een grote meerwaarde voor de stad hebben en ons in staat stellen om de stad beter te beleven. En we zien dat de waarde van de ontmoetingen, dat is wat we nu gaan missen. Zeker nu we in een tweede lockdown zitten. We zijn allemaal nog druk bezig, we hebben van alles te doen. Maar iedereen voelt zich een beetje ontheemd, een beetje vervreemd. We missen de ander. En we gaan opnieuw doordenken hoe we de stad kunnen vormgeven met meer groen, minder verkeer, zodat we de waarde van de medemensen in de stad weer aan de borst kunnen prangen. Mooi. En ik denk dat, er is natuurlijk veel discussie nu over, hè, van hoe gaan we ook dat toerisme, hè, die 18 miljoen toeristen op een bevolking van 800.000, hoe gaan we dat een beetje indammen? Heb je het gevoel dat dat gaat lukken? Dat weet ik niet, want daar hebben we niet zoveel over te zeggen. Want nu missen we de toeristen eigenlijk, hè? Dat is het ironische. En nou, we missen de inkomsten van de toeristen. Ik weet niet of we de toeristen zelf missen. Er is wel een. Daarvoor was het een behoorlijk zuur gesprek over het toerisme. Ja. Maar door corona denk ik dat gesprek over het toerisme en de draaglast van de stad een bredere bedding krijgt. En nu niet alleen maar een klaagzang is, maar onderdeel van een veel groter verhaal
over mensen in de stad en hoe we de ruimte gebruiken, de schaarse ruimte die we hebben. Tracy, je hebt ook Amerikaanse roots, maar je woont al heel lang in Amsterdam. Ja, al heel lang. Ja, er is natuurlijk onlangs vorige week een nieuwe president gekozen in de Verenigde Staten. Verwacht je eigenlijk, we kunnen deze vraag natuurlijk niet laten liggen, dat die uitverkiezing van een nieuwe president ook een effect heeft op Amsterdam op een bepaalde manier? Ik denk dat deze nieuwe president, als de inauguratie op 20 januari allemaal goed gaat, pas dan haal ik echt diep adem. Dat de verhouding met Europa ontzettend veel beter gaat worden. En ik hoop als Amerikaanse, ik ben nog steeds Amerikaanse en Nederlander, dan hoop ik heel erg dat Amerika weer aanzien verwerft in de wereld. En niet alleen als de gekke Henkie. De grootste bananenrepubliek van de wereld werd het laatst genoemd. Hè? Nou, your words, ja. Not mine. Maar ondertussen. Dus ja. Ik ben heel blij dat ik denk dat er veel meer samenwerking en overleg en dat we meer aan onze eigen defensie moeten uitgeven. Ja, dat vond ik ook. Ja. Maar er wordt weer een gesprek gevoerd straks. Ja. Godzijdank. Ja. Dat is ook heel belangrijk. En ik denk ook als we dan dat gesprek weer toespitsen op Amsterdam. Ben ik eigenlijk heel benieuwd nog naar, hè, want jij bent echt een kenner van het stedelijk leven, hè, puur sang. Ik bedoel, je hebt daar ook allerlei prijzen voor gevonden. Wat maakt nou eigenlijk Amsterdam tot de stad die het is? Dat is de mengsel van goed opgeleide, internationaal georiënteerde jonge en oudere mensen en de Ravelrand. De kunstenaars, de mensen uit andere landen die niet de welopgeleide experts zijn. Juist die mengsel van het onverwachte, het geïmproviseerde, het onverwachte. Dat is zo belangrijk in het maken van Amsterdam tot wat het is. En het dreigt een saaie, witte enclave te worden voor oude, rijke mensen. Dat mogen we niet laten gebeuren. Mm-hmm. Juist die diversiteit, die bruisende gekheid. Amsterdam moet wel een beetje gek blijven, anders is het Amsterdam niet meer. Nou ja, gek blijven en betaalbaar blijven natuurlijk ook voor al die mensen die diversiteit brengen, ja, toch? Ja. Ja. Als niemand het kan betalen om hier te wonen en iedereen woont nu in Zaandam, IJmuiden en Purmerend, dan is Amsterdam niet het Amsterdam waarvoor ik al die jaren geleden gevallen ben. Ja. Nou, daarvoor moeten we natuurlijk echt samen ook strijden. Dat is bijna activisme. Hè? En we hebben ook vanuit het Amsterdam Museum veel gedaan in samenwerking met bijvoorbeeld Massie Hutak, Verdedig Noord. Zijn projecten zijn natuurlijk ook echt een aanklacht tegen wat er daar aan de hand is. Ik ben zelf ook Noordeling. En ik denk dat het urgenter dan ooit is bijna. Ja. Dus dat is voor mij ook wel iets wat ik nu in deze tijd veel lopend ook in Noord wandelend de buurt beter leren kennen na 13 jaar daar gewoond te hebben. Dat echt op een bepaalde manier heb ik ook echt schrik. Dat ik denk, hoe gaan we dit met elkaar anders doen? Ja, het voordeel is, we hebben allemaal onze buren beter leren kennen. Absoluut. Hè? Ineens bij mij in de binnenstad, de mensen die rondliepen, waren niet kantoorwerkers, niet toeristen. Nou ja, dus het zullen wel mijn buren zijn. Nou, dan ga ik me maar voorstellen. Het heeft me ontzettend veel gebracht, gek genoeg. Ja, mooi. Nou, dit is denk ik een mooi vooruitzicht ook om met deze goede intenties om Amsterdam eigenlijk toegankelijk te houden voor iedereen en inclusief te houden ook voor iedereen. Want ja, daar hoort het programma natuurlijk ook een beetje bij en de tentoonstelling Corona in de Stad ook, waarin alle Amsterdammers verhalen hebben in kunnen sturen, maar ook nog volgens mij in kunnen sturen, hè, Margriet? Ja, absoluut. Het gaat gewoon door. Stuur dus, blijf insturen allemaal. Want juist nu, alles wat er nu gebeurt in de stad, alles wat je meemaakt ten aanzien van corona, is relevant. Dus stuur het in. Dit was AM Live van deze week. Dank aan alle gasten en ook u thuis natuurlijk voor het kijken. Deze uitzending wordt op zondagochtend om 10 uur en op maandagavond om 10 uur uitgezonden op Salto via de publieke omroep Amsterdam. En ook maken we er een podcast van die u kunt beluisteren via uw favoriete podcastplatform Spotify, iTunes of Soundcloud. Ja, hopelijk zijn we volgende week ook weer open vanaf donderdag. Maar we zijn er ook weer met AM Live. En dan onder meer met kunstenaar Natasha Kensmeel, Imara Limon, curator hier en kunsthistoricus Wieteke van Zijl over de geweldige nieuwe tentoonstelling in de Amsterdamvleugel van de Hermitage. Tot volgende week.